Binnen 30 seconden kan je ja, 1, 2, 3, 4 bier hebben. We hebben eigenlijk nu samenwerkingsovereenkomsten met bijna iedere grote rouwerij. Je kan als student gewoon biertjes drinken, maar je kan er ook een business omheen bouwen. Dat deden mijn gasten met het bedrijf Biermeet, dat nu de wereld moet gaan veroveren. Hun verhaal hoor je nu. Welkom op CVD-TV. Heren, van harte welkom. Dennis en Ralf. Um, Dankjewel. Ralf, altijd al ondernemer willen worden? Uh, ja, niet per se dat dat het doel op zich was. Jij ja, was sportief uh, hè, vroeger? We waren uh, ja, zeker sportief, inderdaad. Basketballen was, uh, ja, was eigenlijk meer het ding waar we mee bezig waren. Maar toen ik uh, op een gegeven moment zag dat daar uh, in de Nederlandse uh, eredivisie niet heel veel geld in te verdienen was. Uh, en uh, de, de, de kroeg, uh, toen ik 15, 16 uh, jaar was uh, en het bier in beeld kwam uh, en het feestjes. Toen uh, werden mijn interesses wel verschoven van ja. topsport naar, uh, naar andere dingen. Ja, dat is geen commie hè? Nee, maar je zat op een redelijk hoog niveau toch met basketbal? Ja, wij ja, beide, eigenlijk, we zaten bij elkaar ook al. Ja, ja, we ja, kennen ja, elkaar ja, van, ja, de, ja. van de basketbalclub, ja, ik denk ah. dat we oud waren, 6, 7. 6, 7 jaar voor het eerst als broekjes bij elkaar en uh, daar de vriendschap op ontstaan. En, ja, dus daar kennen we elkaar van. Toen ja, tot het hoogste niveau, denk ik al eerder visie in de jeugd. Uh, ja, tweede, gespeeld. tweede van Nederland geworden. Ah. Ja. Maar ja, inderdaad, basketbal, nou, als je in Amerika was doorgebroken, dan valt er wel meer geld mee te verdienen toch? Ja, daar wel, maar die centimeters hadden wij niet echt. Even zien hoe het langer zijn. Hey, luister, eens, um, uh, het ontstaan van uh, Biermeet. Er zijn ja. meer mensen bij betrokken, toch? Bij dat, uh, want ik, uh, ja. ik lees over vrienden en zo. Kun je eens vertellen hoe het ontstaan is? Ja, eigenlijk hoe het, hoe het ontstaan is. Dus uh, vanaf mijn zestiende was, was ik uh, ja, zeer geïnteresseerd in ondernemen. Uh, ja. Begonnen met feesten te organiseren op een gegeven moment zelf. Uh, tot op een gegeven moment de opleiding Business Innovation uh, ben gaan volgen. Uh, daar eigenlijk Dennis ook weer tegengekomen op de, op de opleiding. En uh, vanuit de combinatie van het organiseren van evenementen, daar een evenementenbureau omheen gebouwd. In combinatie met de opleiding Business Innovation. Uh, waarin wij samen toen een opdracht uh, deden voor een groot evenementenbureau. Ja. Een innovatieopdracht waarin we eigenlijk het landschap van een evenement uh, wilden gaan innoveren. En toen kwamen we eigenlijk op het idee van nou hè, die bar in de huidige situatie staan heel veel mensen achter. Het is heel veel handling, management, kosten. Uh, waarom kan dat niet beter? Waarom kan dat niet efficiënter? Aan de andere kant staan er mensen in de rij. Ja. Uh, we, we zijn heel veel bezig met automatisering, digitalisering, robotisering. Waarom gaat dat niet anders dan dat dat nu is? Ja. En eigenlijk toen dat gaan onderzoeken, uh, toen uiteindelijk uh, ben ik daar zelf mee verder gegaan, uh, mee afgestudeerd subsidie mee binnengehaald en dat heeft eigenlijk wel voor een vliegwiel gezorgd. Heet het uh, toen al biermeed? Toen nog niet. Nee, toen was het, het is gewoon begonnen eigenlijk als de festival drankautomaat <laughs> uh, wat eigenlijk nog geen goede catchy naam had of zo nee. en toen. Het was... Is wel wat het is ja. ja, dat ja. Is wat, wat even goed. voor de duidelijkheid Dennis, voor de mensen die zitten te kijken en die het verhaal nog niet kennen, even kort de, 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 het product waar het nu staat. Het product waar het nu staat, we hebben eigenlijk nu, een, uh, het heeft een hele lange aanloop gehad, maar waar ja. we nu staan is met de Bearmate event container. Dat is eigenlijk het uh, concept dat we verder hebben uitgewerkt en dat is een grote container waar twee machines in zitten en in die machine uh, kun je 1, 2, 3 of 4 beats bestellen en binnen 20, 30 seconden komt het eruit. Het ligt eraan hoe lang je het proces hebt van betalen. Het ligt ook een beetje voor degene die voor de machine staat, hoe lang die erover doet. Ja, ja. Uh, dan heb je binnen 30 seconden kan je ja, 1, 2 of 3 vier bier hebben wat ik zeg twee machines dus als mensen tegelijk drukken dan kan het zelfs achter uh, en alles zit in die container alles zit erin. Dus je, je sluit hem aan op het biertank van het festival. Oh, die moeten op er nog wel dus biertank zit er niet in? Nee, daar okay. sluit aan op de grote tanken. Die zitten vaak bij de stadions of bij de evenementen zelf. Die staan er al, want ze moeten het bier al leveren oh, yeah. voor uh, de andere de traditionele barren. Uh, je sluit hem daarop aan en uh, ja, we kunnen, we kunnen aan de slag. Stroom erop en uh, het werkt. Dus, uh, ja. dus maar er. Zo, zo, zo is het niet begonnen, zeg maar. Hè? Dus even, even terug, want maar dan weten de kijkers in ieder geval over het product waar we het over hebben. Ja. Maar um, wanneer werd het serieus en wanneer werd het zeg maar, een, een bv of een bedrijf... Ja. Of en hoe hebben jullie dat toen geconstrueerd? In 2020 uh, heb, ik een, uh, heb ik een BV opgericht. Goede timing, uh, baas. We gaan het zo meteen uh, Ja, dat hebben. was <laughs> helemaal shit. Toen eigenlijk samen met uh, eigenlijk de technische directeur... om het maar even... Ja, we houden niet zo van die naampjes... maar om het maar even zo te noemen, dat is Rick Kuiper. Uh, met hem samen toen de stap genomen om een BV op te richten... En uh, vanuit het prototype wat we toen hadden, wat we eigenlijk toen wilden gaan testen op evenementen, wat niet helemaal lukte. <laughs> um, uh, ja, uh, gedacht van hey, we, we willen wel verder, uh, er moet geld in en uh, een bv opgericht, een loods gehuurd en uh, een, een, een engineer ook in dienst genomen op dat moment. En het, het moment dat het uh, ja, eigenlijk... Uh, uh, heel moeilijk werd, was dat toen het geld opraakte. Uh, maar ook op, dat was ook hetzelfde moment dat ik onze huidige partner leerde kennen, uh, Marijn Venmans. En eigenlijk op het moment dat we alles in de koelkast moesten zetten, tegelijkertijd begon hij er weer geld in te stoppen. Dus we hebben we het uit de koelkast gehaald. En uh, is hij begonnen met investeren, waardoor we verder konden. En uh, na een jaar dat hij uh, de samenwerking met hem heeft geduurd, toen begon het serieus te worden. Met wie is hij? Dat is Marijn Venmans, ja, uh, dat is een uh, grote Belgische festivalorganisator uh, die, uh, die meerdere bedrijven binnen de evenementensector heeft en meerdere evenementen. En ook veel bezig is met, uh, met innovatie en, uh, en uh, ja, okay. creatieve ondernemer eigenlijk. In Interessant, want even, want ik hoor jou zeggen... de technische man en jij zijn begonnen. Ja. Uh, die Belg is erin gestapt. Dennis ja. zit naast jou. Hoe ben jij? In be want jij bent niet zomaar in dienst toch? Je bent toch mede ondernemer? Uiteindelijk ben ik een stukje meer ingestapt. Uh, Terwijl was eigenlijk een jaar geleden... Nou, het is bijna drie kwart jaar geleden... zat ik met Ralf op een beurs in uh, Frankrijk. Uh, ja. Toen uh, vroeg Ralf van... hé, hey, uh, kun je meehelpen? Ik heb handjes tekort. Ja. Uh, en daar begon het bolletje eigenlijk weer te rollen. Van hé, hey, uh, ja, kan je goed uh, gebruiken? Uh, iemand die strategisch, commercieel, operationeel kan meedenken. We hebben, zoals Ralf net zei, eerder ondernomen met elkaar. We hadden ons eigen evenementenbureau, uh, students events, waar we denk ik honderd evenementen en een aantal festivals uh, samen hebben uh, gedaan. En eigenlijk in die ondernemerskracht die we samen hadden zeiden we van nou, kan je wel weer goed bijgebruiken als soort, ja, die weer naast me staat om mee uh, in de dagdagelijkse operatie, uh, ja, meestal uh, de BME te groot te gaan maken. En je bent ook aandeelhouder nu? Ja, dus in het uh, stukje Future Movement, dat is eigenlijk het, uh, het, het, ja, het clubje waar van engineers, waar Ralf het al over had net, uh, uh, ja, die zijn samen eigenlijk met de Nederlandse uh, BV. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ontstaan om, ja, zoals je net zei met Rick, die daar uh, is gestart. En uh, daar ben ik een stukje in geparticipeerd. Om samen met dat het soort Founders te hebben, die uh, ja, dagelijks mee bezig zijn. Uh, die, ja, de weermee groot te maken. Even, want ik vind het wel interessant omdat er veel jonge mensen kijken naar uh, uh, 7D-TV. Dat met name dit. Want, uh, we, kunnen we dit eens even. Uh, ik verzin het nu om. Ik vind het leuk om even heel concreet uit te diepen. Want hier gaan dingen vaak mis. Ja. Uh, kun je eens uitleggen hoe. Want jij bent begonnen met die technisch man. Dat is een, een BV'tje 50-50. Of zo. nee, dat was daar wat. Was ik uh, 85% aandeelhouder in, en hij 15, oké, okay. en daar zat ja. eigen geld in, ja, maar voornamelijk van jou, ja, dat was mijn geld. Was dat, dat veel of, wat ja, dat is laten dat... een paar duizenden? Oké, okay, dus niet zoveel, nee, maar wel was, voor voor een op die leeftijd voor mij precies. was dat wel, uh, ja, ja heel, heel veel biertjes. Ja, maar. ja, <laughs> uh, toen kwam die belg uh, die Belgische ondernemer die kwam aan boord. Ja. Heeft hij zich in, heeft hij is die ook aandeelhouder geworden? Op dat moment heeft hij gezegd uh, van laten we eerst gaan samenwerken ja? uh, en uh, ik ga je eerst gewoon geld lenen. Want ik wil niet uh, met jou nu hier aan tafel gaan zitten, de, de taart opdelen en dan uh, misschien er over drie maanden achterkomen dat het toch niks is. Dus de manier hoe hij dat heeft aangepakt uh, en daar hebben we toen ook een, een coach van hem, uh, waar ik uiteindelijk ook een coaching traject, die heeft dat ook begeleid, okay. uh, wat uit ja, achteraf gezien is dat heel goed gegaan. En toen hebben we eigenlijk een jaar samengewerkt. En toen hij er op een gegeven moment een, een substantieel bedrag in had zitten... toen ja. zei hij van, Ralf, nu moeten we wel rond de tafel. En, nu, en toen hebben we uiteindelijk gezegd van... oké, okay, we richten een nieuwe Belgische BV op. Vandaar uh, de Belgische BV. Ja. Um, uh, waar we eigenlijk het handelsfonds, het concept uh, vanuit de Nederlandse BV Future Movement verkopen uh, aan die Belgische BV. IP het, het IP, ook, ja. ja. En, um, uh, en, en ja, we hebben dus een nieuwe BV opgericht waar hij met zijn BV aandeelhouder en ik ah, van wij met onze okay. BV 50 50 aandeelhouder eh, want dit, hier worden. gaat vaak heel veel eh, zeg maar aan de ene kant zie je dan vaak dat dit soort investeren wat dat betreft heeft hij volgens mij klinkt het netjes gedaan ook met jullie uh, maar je ziet ook wel eens van jonge ondernemers starten net hebben nog niks ze stapt de investeerder in... die pakt meteen een waanzinnig groot uh, stuk van de aandelen en dan na drie jaar hebben jullie waanzinnig succes en dan denk je fuck ja. hadden we in het begin maar niet zoveel weggegeven als jij nu terugkijkt hè, naar de constructies zoals die dan nu staat en hoe die tot stand is gekomen bij daar Blij mee, ik, uh, klopt dat allemaal? Nu gaandeweg we meer uh, kennis hebben van hoe die, ja, hoe die wereld in elkaar zit, uh, zou ik het misschien uh, qua percentages ja, proberen wel wat meer bij onszelf te houden. Ja. Maar aan de andere kant, uh, ik ben me wel bewust van de business die wij doen, uh, zeer kapitaalintensief. Ja. Uh, een, een, ja, een markt die niet heel groot is, Tenminste, er zijn een paar spelers die de, met de scepter zwaaien. En um, uh, ja, uh, we zaten in een coronatijd waarin er ook niet heel veel te willen was op dat moment. Dus als hij er ja. niet was geweest en als hij er op dat moment Dan geen tijd er niet meer... Geweest. Plus hij heeft er ook heel veel tijd ingestoken. En ja. niet alleen geld, maar ook echt mee zelf ja. gewoon en um, ja, we hebben op dat moment veel moeten delen, maar als, dat, als we dat niet hadden gedaan, ja, dan hadden wij denk ik hier niet ook niet gezeten. Mm -hmm. ja. Wat is de rolverdeling? Zeg maar, wat, wat, wat is jouw rol, met name? Nou, waar wij vooral nu met steun in zitten is het operationele, het commerciële en het financiële en uh, de andere drie jongens die dan in Future Movement zitten, die zijn echt dagdagelijks bezig met de engineering. Dus proberen. dat is die de... Nederlandse BV, die Future Movement. Ja, precies. Dus in... het IP eigenlijk zit in die Belgische BV ja. de, en, en de, uitvoering... de uitvoering ligt bij uh, ja, de Nederlandse BV Future Movement. Okay. En uh, ja, wat ik al zei, operationeel, financieel commercieel. Dus we zijn nu, ja, dadelijk gaan we naar FC Twente toe om daar een commercieel gesprek te voeren. Ja. Uh, maar dadelijk in de auto hebben we weer een call met een financieel adviseur met de vraag, hoe gaan we de juiste financiering aanpakken voor 2024? Uh, en ook operationeel zorgen, dat heb ik ook al veel naar me toe getrokken. De juiste projectmanagement tooling ingericht. Uh, zorgen dat de jongens weten hoe ze per ticket uh, wat moeten gaan doen. Zorgen dat daar een ritme in komt, een ja. soort sprintritme. Het is natuurlijk elke keer weer kijken van, oké, okay, wat is de beste oplossing nu voor de engineering uh, ja. om te maken, zeg maar qua stap. Uh, da daar structuren aan brengen, dat pak ik dan wel op. Ja. En, uh... Ik vind het leuk, laten we maar, maar naar vandaag, want we kunnen corona nog een kwartier gaan over praten. Maar die kunnen we <laughs> samenvatten als gewoon met drie letters. gewoon dat was KUT. Volgens ja. mij, het was echt langs het is, randje. Uh, en, uh, we, we, ja. Samenvattend, is er een les die je eruit kan trekken uit die tijd? Ja, toch doorgaan. Gewoon in jezelf geloven en, ja. Uh, ja. Ja, en doorgaan. Ja. ja, en ik zag jou ergens in de video. Dat je, volgens mij stond je zelfs nog in je, in je huiskamer of zo. Weet ik veel, met zo'n halve biermeet, echt met zo'n hulpeloos gezicht: Van ja, als dit echt zo erg wordt, dan moet ik de stekker er misschien uit of dan moet het ja. in de koelkast. En, en, brabant was dat voor zijn. Ja, precies, ja. maar uiteindelijk gered. Nou, super tof dat je er doorheen bent gekomen. Um, hoeveel biermeets? Wat kost een biermeet? Die prijs die gaat niet, ja. zo, uh, niet zo roepen. Nee? Maar uh, nee, dat moeten we nog. Als oh, is dat concurrentiegevoelig, uh, is er concurrentie? Wat je ziet zijn uh, ja, semi-automatische taps. Dus bijvoorbeeld in de UK heb je Simple Tap. Nee, uh, e-bar is dat, sorry. En die, uh, die, die hebben eigenlijk een machine gemaakt waar je dan zelf een glas onder moet zetten. En dan druk je op een knopje welk bier je wilt. En dan komt dat er redelijk langzaam uit. En dan moet je ja. dus zelf nog handelingen doen. En waar ja. wij eigenlijk voor hebben gekozen is volautomatisch. Dus je geeft aan hoeveel bier je wilt en je hoeft niks meer te doen. Dus het hele proces van de beker uh, die gedispenserd wordt, uh, het bier wordt getapt, wordt wordt afgeschuimd en naar voren wordt geschoven. En dat betalen we dus allemaal, dat is allemaal automatisch. En is het... Wat is het businessmodel? Want is het zo dat ik ben FC Twente, pak dat maar even als voorbeeld, ja. en stel je sluit straks een deal, is het dan zo over, doe ons maar twee van die biermeets, die zetten we daar en daar neer, aftikken en klaar? Of is het een ander businessmodel? Ja, onze, onze go-to-market-strategie eigenlijk, onze ons businessmodel daarin is dat we nu eigenlijk meer focussen op de verhuur van de containers. Maar dat om daarmee het product in de markt te zetten. Maar waar we eigenlijk naartoe aan het schuiven zijn is meer dat we een uh, productie-engineeringsbedrijf worden... die de machines wat meer verkoopt en ook dadelijk inbouwmachines kan gaan uh, plaatsen. Dus ja. uh, in stadions, in uh, muziekvenues ja. uh, waar uh, machines in de muur kunnen... Uh, en, dat, en dan gaan we meer richting model op lease of, of, of op verkoop. Ja. Uh, terwijl we nu eigenlijk meer bezig zijn met, uh, uh, met de machine naar de plekken toe gaan. projectbasis om het, bijna. Ja om, het, ja, om het te laten zien dat het werkt en, en daar eigenlijk tractie uh, te krijgen. Want hoe werkt het? Want ik zit dan meteen te denken: oké, okay. okay, het is natuurlijk wel een product waarvan ik denk: de doelgroep is challenging. Want op een gegeven moment zijn ze starnakeldronken, die gaan dat ding challengen, die flikkeren er bier in. en weet ik. Hoe idiotproof is dat ding? Ja, dat is wel een leuke aanlooproute, denk ik... als je kijkt naar alle prototypes die zijn ja? ontwikkeld. Uh, de eerste die we hadden gemaakt... die is ook al een aantal keer, keer kapot gegaan. En toen is ook besloten... hij moet gewoon in een hele stevige container gemaakt worden... die echt hufter en ja. ja, drinkproof is. En ik ja, denk dat dat een van de grootste stappen is geweest... waardoor ja. we nu kunnen zeggen... je kan hem op een evenement ja, relatief makkelijk plaatsen... gewoon hub neerzetten en aansluiten. Uh, en en ja, doordat die, dat die container en die behuizing zo stevig is gemaakt... is dat ja, ondertussen wel redelijk hufterproof geworden... maar de, 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 de prototypes zijn gesloopt hoor. Even zo het is. Want het is zo dat er de be zijn plastic bekers ofzo. Ja, het is een harde of zachte plastic. Uh, okay. ja. en, die, die stel, en dan heb ik gewoon, ik geloof dat er zitten knop op. Ja, en zo. Je, je hebt een beeldscherm <laughs> ja? en je, daar tik je op aan, eigenlijk een beetje McDonald's uh, achter ja, ja, ja. hoeveel, hoeveel beats je wilt. Uh, en dan de volgende stap is dat je de, je betaalt bij de betaalterminal. We hebben ook een QR-code. Die zit er ook in. Ja, QR-code scanner ah. zit er ook in. Dus dat je bij wijze van al van tevoren op je, op je telefoon bestelt. Dan hou je je telefoon ervoor. scant de QR-code, de machine. En dan hoef je eigenlijk helemaal niks meer aan te tikken. Dan is er ook al betaald. Uh, waar we ook nu mee bezig zijn, zijn betaalintegraties met bijvoorbeeld een Tomorrowland met het bandje dat. Uh, nou ja, zo heb ja. je allerlei. Er zit er ook in toch? Tomorrowland las ik. De, wat is het? Uh, ja. want er zit inmiddels meer? Hoeveel, hoeveel geld Hoeveel er al in? We hebben op dit moment, eigenlijk afgelopen uh, jaar in 2023, hebben we een investeringsronde gedaan. Uh, waarin eigenlijk Michiel Beers, de eigenaar van Tomorrowland ja. en de Sportgroep uh, zijn geparticipeerd. Sportgroep is een, 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 ja, eigenlijk een overkoepelende organisatie waar meerdere evenementbedrijven onder hangen uit, uit Amsterdam, uit Zaandam. Ja. En um, ja, die twee partijen die zijn dus afgelopen jaar uh, geparticipeerd en mede daardoor hebben we ook andere uh, financiers eigenlijk beter te overtuigen om, uh, om geld aan ons te verstrekken. Dat het was iets van 1,4 miljoen, als ja. dat er nu in zit, oké. Okay. Ja. Hoeveel kun je iets zeggen van de schaalgrootte wat je, wat je operationeel nu doet? Ik bedoel, ik hoef ja, we geen we cijfers nu, hoor, maar uh, bij hoeveel biermeet je wegzet, hoeveel projecten je doet, hoeveel, je zo ziet, zijn hoeveel we... biertjes er worden getapt? Ja, dat zijn wel leuke... Uh, we vorig jaar stonden we met twee containers, we zijn nu naar acht containers gegaan, dus eigenlijk al ja, flinke groei daarin gemaakt. Uh, en we hebben de ambitie eigenlijk om van ja, steeds te, te verdubbelen van 16 naar 48, maar we zitten nu dus al te kijken naar ons business model, wat half net zei, moeten we niet gaan verkopen. Dus in principe ja. moeten we die groei van productie in de containers wel gaan maken. Uh, alleen of we ze allemaal gaan verhuren of gaan verkopen, dat ja dat moet zich gaan uitwijzen welk business model het beste gaat werken. In dat opzicht, dat maakt het ook leuk aan de start-up. Je bent continu jezelf aan het challengen van uh, wat werkt het beste voor ons? Uh, wat is de klant? Wat is de vraag van de klant? Wilt u ja. hem inbouwen? Wilt u hem toch uh, ja, model uh, ja, kunnen plaatsen en we kunnen weghalen. Uh, maar in principe zijn ja, van 2 naar 8 gegaan en daar gaan we nu de evenementenmarkt uh, mee opvangen. Hey, en en maak je dat ding? Hoe wordt zo'n ding gemaakt? Doe je dat zelf of heb je dan een, ergens een productie? Want dat, dit, ja. je had geen voorbeeld of zo, je moest dat ding helemaal zelf uh, nee. zeg maar designen. Ja, dus echt het engineeren dat, uh, dat doen we in-house. Uh, en dan hebben we eigenlijk de productie, uh, hebben we uh, drie grote partners met heel veel toeleveranciers. Een ja. uh, grote partner is zeg maar, de partij die uh, de container maakt. Dan hebben we eigenlijk VDL, dat is een hele bekende, die ja. eigenlijk de machine, de kern van de machine assembleert. Uh, die schuiven we in de container. En als laatste hebben we eigenlijk het stukje biertechniek, wat er dan nog aan toe wordt gevoegd met de koelinstallaties cool installaties uh, en bierleidingen. Dat samen maakt eigenlijk uh, het product uh, waarin wij zelf eigenlijk wel de lead hebben in de, in, de, in de productie, maar niet uiteindelijk echt zelf assembleren. Is het te patenteren, dit product? We hebben op dit moment geen uh, patenten. Uh, wij zijn nog wel daarmee bezig om te onderzoeken van uh, kunnen we niet wat uh, patenteren. Maar we, we sorteren wel voor op dat we uh, eigenlijk zorgen dat, we, ja, dat wij de. Coca-Cola worden, dat wij de ja. speler in de markt worden, want een, het, het, de samenstelling van de van de technieken die we gebruiken, dat is niet te patenteren op zichzelf. Nee. De onderdelen die in de machine zitten, dus ja, unieke onderdelen, die zijn wel weer eh, eventueel te patenteren, omdat we die zelf hebben, die, de engineer zelf hebben bedacht. Dus ja. dat is dan weer een specifiek onderdeeltje wat dan nodig was om het te laten werken. Dat zou kunnen, ja. maar het is ook niet. Ja, een patentstrategie is nu dus inderdaad niet, want als je het wel gaat doen, dan moet je het ook gaan publiceren en dan komt het ook weer ja. wel bekend. En dat ja, is ook het weer graag misschien op te groeien. Ik bedoel, je het moet het en de het is ook een heel... autoriteit wordt uh, in ja, de markt en traject, dus ja. en dit is dan het Coca-Cola recept wat het geheim is, of zo zeg maar, hoe dat ding precies in zijn totaliteit uh, is. Ja, opgebouwd. wat ja. aan de binnenkant gebeurt. Ja. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie? Hebben jullie hoeveel mensen hebben jullie in dienst? Nu? Op dit moment staan er uh, ongeveer elf man uh, fulltime en parttime echt op de, op de loonlijst, uh, en dan nog een paar freelancers eromheen. Met ook uh, wat we nu eigenlijk de afgelopen half jaar hebben, we ook twee seniors. Uh, freelancers aan boord gehaald die eigenlijk die engineeringsafdeling, uh, een stukje challengen en uh, ja, eigenlijk adviseren ook uh, om uh, en begeleiden. Hoe bevalt het om want op het moment dat je zeg maar miljoen plus aan geld naar binnen harkt, dan zijn dat vaak mensen die willen daar ook wat voor terug en die gaan zich te tegenaan bemoeien. Dus je, ja. je, je, zit, je zit in een soort tussenfase van, van start-up naar scale-up, misschien wel. Of dat zal in ieder geval de ambitie zijn, denk ik ja. om hard te gaan scalen. Ja. Ja. Hoe, hoe bevalt dat? Hoe is dat? Ja, we zitten, we zitten eigenlijk nu, as we speak, zitten we daar middenin. Dus dat is wel leuk om te bedoelen. Uh, het is wel heel belangrijk dat je de aandeelhouders betrokken laat worden bij ja, de, je uitdagingen. Uh, maar ook de communicatie daarin. En ook ja, toch wel elke keer zorgen dat de cijfers op orde zijn. En uh, dat is challenging. Want de ene dag zijn de cijfers zo. En de andere dag uh, moeten weer een uitgave gedaan worden om de machine te verbeteren. Mm -hmm. En dan moet je daar wel weer over, ja, keuzes over gaan maken. Uh, het belangrijkste is gewoon uh, transparant blijven en goed communiceren met de aandeelhouders. En dat ja, zorgen dat dat goed gebeurt. Dus, uh, maar dat is wel... Challenging, yeah. ja. En als we kijken naar groeien, wie, wat zijn dan allemaal potentiële klanten? Ga eens even uit van zo zo'n verkoopstrategie en of je dan leest of zelt of whatever mm -hmm. Zijn de voetbalclubs lijkt me duidelijk. Festivals zijn er nog meer. Ja. Waar moet ik aan denken? Ja, eigenlijk caterers, dus die ja. de catering doen voor evenementen, voor meerdere evenementen. Um, brouwerijen in het buitenland. Uh, Brouwerijen in, in, in Nederland, eventueel ook. Hebben die al aangeklopt? Zeg maar de grote. Ja, we hebben, we hebben, wel, uh, ja, we hebben eigenlijk nu ook samenwerkingsovereenkomsten met uh, bijna iedere grote brouwerij wel. Om zeg maar, een, een afspraak te hebben van hè, als we komende zomer de machines inzetten bij de evenementen. en er zit een bepaalde branding op van uh, die brouwerij. Nou, dan zijn ze ook bereid voor wat, uh, wat te betalen. De bezoeker op het evenement die hecht. Zeg maar, bepaalde waarden aan die brouwerij. van oh cool dat zij zo'n machine ja. voor ons neerzetten. Ja. Ja, dat Beermeet dat dan op zich niet zo heel bekend is, dat is voor ons iets minder belangrijk. Ja. Want uiteindelijk uh, is de organisator onze, onze klant en zijn dat de gebruikers. En ja, de brouwerij is wel bereid om daar geld voor te betalen, omdat ja. ze het waarde aan de brouwerij hechten. Dat lijkt me makkelijk, strategisch. Hè? Hoe je dit zeg maar, positioneert, hoe je, ja. hoe je het gaat branden, uh, wat wordt de rol van het merk Biermeet? Uh, hoe ga je om het brouwerijen met brouwerijen. Lastig hè? Of lastig, de, spannend om dat uit te zoeken. Ja, dat is de uitdaging. Maar dat is wel het leuke met de brouwerij aan tafel zitten, want die hebben het eigen, hetzelfde belang als jou. Je wilt zoveel mogelijk bier gaan verkopen yeah. op een festival. En uh, hun hebben ook baat bij dat het product bier gewoon nog beter op de markt wordt gezet op een evenement. Yeah. Omdat je ziet dat steeds afnemen op evenementen. De steltjes en al die hippe drankjes, die nemen steeds groter marktaandeel. Yeah. Dus ook de brouwers zit te denken van, hé, hey, hoe kan ik nou op een bepaalde innovatieve manier het bier beter gaan aan de man brengen? Yeah. Nou, en daar is dan natuurlijk een, een beermeet, is natuurlijk wel het, het materiaal, zeg maar, om je yeah. ja, bier uh, op een hele toffe, een goede manier aan de man te brengen. Zit er maar één biersoort in zo'n biermeet? Ja nu wel. wel ja. Ja. Maar uh, ja, je kunt in principe wel dadelijk zeggen één container daar zit 0,0. Uh, ja, en het ja. andere zit wel met alcohol. Dus de, de, de sta per container kun je daarin variëren. En en ik kan me ook nog voorstellen dat je naar een soort uh, small en medium en large size mee toe gaat. Je kan aan alle kanten kun je natuurlijk. Hoe moeilijk is het om te focussen, Ik, zei, ik, ben, ja, word nu al, ik zit nu al aan, aan duizend ideeën. Het te concept, denken. de Made One die ligt al uh, eigenlijk uh, in principe uitgetekend uh, op tafel. Alleen uh, ja, nu focus daar nou belangrijk. De BMade Event container om de markt op te gaan. Want dat dat is makkelijk te implementeren op evenementen en bij mm. stadions. Mm -hmm. Maar de one en de integrated, dat is dan degene die je in kan bouwen in de muur. Die uh, ja, de concepten liggen er al, omdat ja we zien daar ook kansen voor. Maar focus inderdaad is wel uh, het belangrijkste nu. Hoe gaan jullie om met toch de spanning als ondernemer? Hè? Dat je, wat we net het begin al even over hadden, van aan de ene kant je hebt geld nodig, dus je moet met partners gaan werken, die willen de aandelen voorin terug, maar je wilt tegelijkertijd ook zelf in charge blijven. Niet dat je straks over een paar jaar waanzinnig succesvol bent en je hebt zelf nog 3% van de aandelen, ja. weet je wel. Hoe, hoe moeilijk is dat? Of hoe vind je dat lastig? Of Um, ja, uh, het is wel lastig omdat uh, enerzijds je wil het bedrijf zeg maar, verder brengen. En dat is uiteindelijk wel, in ieder geval voor mij, uh, het grootste doel dat dat, dat wel succesvol wordt. Ja. Alleen, uh, ja, we zitten in een, in een, in een fase dat het, het geld gaat heel hard. De engineering uh, valt uh, toch zwaarder dan we eigenlijk hadden uh, verwacht. Ja. Uh, wanneer is het engineering ook klaar? Ja. Uh, en uh, ja, we, we, we zien nu dat er een, een, een periode aankomt dat we eigenlijk weer een nieuwe investeringsronde moeten gaan doen. Terwijl aan de andere kant uh, willen we niet te veel verwateren. Ja. En ja, dat, 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 is wel, uh, dat is wel uitdagend voor onszelf en, en ja, ja. die kapitaal-intensieve business. Dat maakt het heel moeilijk. Kijk, heb je een softwareproduct, dan heb je een server nodig en developers om het even helemaal plat ja, te slaan. Ja, het is maar niet met digitaal schaalbaar, zeg maar. Het is echt hardware en en dat maakt het aan de andere kant ook weer zo uniek eh, en aan de andere kant ook heel leuk, maar eh, ook heel erg uitdagend. En en het ja, het kapitaal wat je nodig hebt, dat is dat ligt hoog om uh, ja. Ja, om het te engineeren. Want hoeveel hebben jullie nodig van een volgende ronde? Dan praat je over meer dan 1,4 miljoen. Ja, om uh, ja, richting, uh, ri richting een miljoen om, uh, okay, om de komende uh, periode door te komen. En dan is eigenlijk voor ons de stap dat we echt uh, nog een keer een serie A willen doen om de wereld over te gaan. Ja, dat is wat mijn volgende vraag. Van zijn jullie ja. wel internationaal actief? Um, uh, we doen, het, ja, we doen het nu niet. Uh, Bewuste keuze, focus op de Benelux. Ik uh, ja. bedoel, België en Nederland enorm veel evenementen. Dus de vraag is hier hoog zat op dit moment. Ja. Maar de internationale vraag die is er al wel. Dus het kiet ja. het wel om te denken van moeten we niet al naar Duitsland of moeten we niet al een keer naar Oostenrijk, waar iemand vraagt van kan ik zo vier containers krijgen. Ja. Bewust niet doen, want je weet, dan maakt het voor jezelf nog moeilijker. Want uh, ja. dat krijg je gewoon niet gemanaged op dit moment. Maar ja, de vraag is wel: en de ambitie absoluut: tussen dus Benelux, Europa en dan uh, uiteindelijk wereldwijd willen. Uh, en de vraag is er ook al. Dus dat maakt het nog motiverender om ja, nog harder te schalen. om uiteindelijk aan die vraag te kunnen voldoen. Ja, en dat, ja, dat, is wel, ja dat zijn wel de interessante dingen. Ja. Ja. Heb je veel aan je opleiding gehad? Ja, we zaten ja, altijd in innovatie dan. Ik vond het wel, ik vond het uiteindelijk wel, het leerde je anders denken dan. Het was ook een hele nieuwe opleiding, die, die bestond pas een paar jaar vergeleken met alle opleidingen die er al jaren zitten, ja. tientallen jaren. Het leerde je wel anders denken en ik denk dat dat het leukste is, was, ja, het meest waardevolle wat ik eruit heb gehaald. Maar. De vrijheid voor, voor mij was daar in die opleiding dat ik uh, dat zij stimuleerde om te ondernemen en bij je eigen bedrijf te kunnen afstuderen en dat soort dingen. Uh, dat wij, uh, we organiseerden een evenement. En dat we dat, dat we daar studiepunten voor kregen, omdat we daar dus veel, daar nog veel tijd mee kwijt waren. Ja. Nou, dat soort dingen. Stimuleerde mij heel erg om te ondernemen. En daar leerde ik zoveel van. Ja. Dat, uh, ja. Ja. En, en ik geloof er zelf ook heel erg in, als je dat al tijdens je tijd doet, dat de stap om er dan direct mee door te gaan, uh, veel makkelijker is. In plaats van als je 28 bent en, om, en misschien al een klein hypotheekje hebt afgesloten of iets om dan de stap te nemen. ja. 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 ja, die hebben jullie nu al, jullie hebben nu al een paar stappen uh, genomen. Trekken jullie de salaris uit? Zijn jullie daar gezond in? Of zitten jullie op een houtje te bijten? Of hoe werkt dat? Uh, sinds uh, afgelopen jaar, uh, uh, na de investeringsronde, hebben we inderdaad de eerste stap kunnen nemen om, uh, om een besluit te nemen. wat Als je naar nou terugkijkt, he, wat, was een, uh, wat was een sleutelmoment voor jou? Ik denk, uh, ik denk eigenlijk afgelopen jaar rond dezezelfde periode, ook in februari. Dat de intentieverklaring werd getekend door uh, de eigenaar van Tomorrowland. Dat hij er dusdanig veel geloof in had. Dat hij er een, uh, ja, een bedrag in wilde steken. Wat uh, ja, waar we nu uh, waar we eigenlijk zoveel balletjes heeft uh, doen rollen. Ja, uh, dat we uiteindelijk dat, ja, die 1,4 miljoen hebben kunnen ophalen. Uh, en, um, en dat we uh, uiteindelijk ook op Tomorrowland hebben mogen draaien twee weekenden lang. Um, en gewoon het, überhaupt het, het, uh, het aanslaan van het concept afgelopen zomer. Mm -hmm. uh, dat dat gewoon die, alles enthousiasme wat daarbij kon kijken, alle aandacht, alle impact die we daardoor hebben kunnen maken. Uh, aan de andere kant merken we nu wel dat uh, je probeert je product altijd te testen uh, bij je klanten, uh, te vragen van hè, hoe. Uh, hoe kijk je er tegenaan? Wat wil je ervoor betalen? En dat je nu dan vorig jaar een pilot hebt kunnen doen. En daar betaalden ze wel voor. Maar dat het meer was van: Hé, zet maar neer en yeah. we kijken het even aan. En dat je nu eigenlijk bij ze terugkomt en zegt: Oké, okay, gaan we het nu met acht containers doen in plaats van twee? En, ja, en dit, is nu, de, en dit ja. is nu de commerciële prijs die er moet. Ja, dat je dan. Uh, dat is nu eigenlijk een beetje de, de challenge die we nu hebben. Van oké. Okay, we moeten toch wel uh, eraan trekken en toch wel ja. echt... Uh, dat komt sales om de hoek kijken, zeg komt maar. komt sales om de hoek kijken, ja, ja, ja. inderdaad. Wat ja. zijn jullie goedkoper dan mannen, de, mannen en vrouwen neerzetten? Ja, als, als ik de berekening maak en je zet één, pak even simpel, een tent neer met bar en materiaal erin en vier man personeel erachter. Als je ja. dat uitrekenen en je rekent dat tegenover de kosten van het huren van één bmw Event container voor een dag, dan ligt het nagenoeg gelijk. Uh, en natuurlijk de ene festivalorganisatie zegt van ja, maar mijn uh, personeel dat zijn vrijwilligers. Uh, en de andere zegt van ja, maar ik heb mijn tent al zelf een keer gekocht. Dus die hoef ik niet nog een keer. Ja, dus ja, het is een ja, beetje een gemiddelde. Uh, maar dan zullen we daarin zeggen, ja, we zitten toch wel redelijk gelijk op elkaar. En uh, ja, wij pretenseren dat onze uh, capaciteit ligt hoger. Ja. En alle voordelen, dat je dus niet uh, personeel kan niet uitvallen. Het, het, het werkt altijd door, zeg maar. Ja, en ook ja. als het slecht weer is, je hebt geen risico uh, ja. wat je wel met je met personeel en een tent en zo weer wel hebt. Dus ja we zitten daarin wel ik in, de, in de, qua, ja, qua pricing zitten we denk ik wel wel scherp ja, ja. Ik wens jullie heel veel uh, succes, uh, mannen. En uh, leuk dat jullie er waren om een beetje een inkijkje te geven in uh, hoe jonge ondernemers vandaag de dag een prachtig bedrijf aan het bouwen zijn. Dus heel veel succes en, uh, en leuk dat jullie er waren. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal... van twee jonge ondernemers uh, die de wereld gaan veroveren met biermeet. En uh, als je hebt zitten luisteren naar de podcast, ook uh, super bedankt voor het luisteren. Uh, denk er ook aan als je op YouTube zit en je vindt dit soort gesprekken tof. Hieronder abonneren. Kan op het podcastkanaal ook. En stel dat nou je denkt van even hey, moet ik niet eens een keer op CVD-TV en zo check de mogelijkheden op cvedtv.nl slash samenwerken voor nu dankjewel. Hoi.